Een van Aesopus se fabels se titel is The Belly and the Feet. Dit lees so: Die maag en die voete het gestry oor wie die belangrikste is. En toe die voete aanhou met hoeveel sterker hulle was, so sterk dat hulle selfs die maag ronddra, het die maag teruggeantwoord: Maar, my goeie vriende, as ek nie voedsel in my maag inneem nie, sal julle nie in staat wees om enigiets rond te dra nie. Ons kry dit in Lloyd W. Daily, Aesop Without Morals, New York, Thomas Jeselhoff, 1961, bladsy 148. Paulus het echter die menselijke lichaam gebruik om een geestelijke les oor te dra. Vir Paulus bestaan die menselijke lichaam en die kerk as die lichaam van Christus uit verskillende lichaamsdele wat verskillende vermoëns het en wat allemaal moet saamwerk om die lichaam gezond te hou. In Efesiërs 4 vers 1 tot 16 herverdeel Paulus die lichaam metafories, wat hy vroeger ook baie effectief gedoen het in Romeine 12 vers 3 tot 8 en 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Hy sien Christus nou as die hoof van die lichaam, wat begaafde mense voorsien om die lichaam tot een eenheid te bring, deurdat elke deel, elke kerklid, sy vermoëns bydra om een eenheid te vorm. Paulus se beskrywing van een gesonde verenigde lichaam help ons om God se doelwit vir ons te verstaan. Om deel te wees van een kerk wat as een eenheid in Christus vrugte dra. Bestudeer hierdie weekse les ter voorbereiding vir Sabbat, 12 Augustus.